Ik ben benieuwd wat je nou van dit product vindt. Jouw mening. Ja, leuk. Wat zit er op het doosje? Wat heeft ons Achmedje opgestuurd? Laten we gaan kijken. Ja, Jan Roos. Onderweg naar Bergen ben ik voor mijn vlogcast. Vandaag op pad voor een nieuwe revue. Nou, Jan Roos, en die heb ik al een keer of 10, 12 aan de lijn gehad in de loop der jaren om hem dingetjes te vragen als er actualiteiten waren. Maar we hebben elkaar nog nooit fysiek ontmoet, dat wordt de eerste keer. Ik ken hem al van Pound, toen hij zo vreselijk irritant als irriterende, provocerende nieuwsjager mensen die microfoon onder de neus drukten. Vond ik eigenlijk een hele leuke televisie. En hij is nu natuurlijk super bekend van Roddelpraat. Honderdduizenden abonnees en kijkers en views en likes op YouTube. Ik ben benieuwd hoe die in het echt is. Een nieuwe revue heeft al een keer wat over hem geschreven. Namelijk iets in de trant van die rasprovocateur die arme huisvrouwen lastig valt op de huishoudbeurs. Zoiets hebben ze een keer over hem geschreven. Toen werkte ik nog niet voor het blad. Ik ben benieuwd of hij dat nog weet en hoe hij dat destijds heeft opgepakt. We gaan praten over zijn politieke carrière, over Roddelpraat. Zijn liefdesleven ben ik benieuwd naar. Hij is een keer gescheiden, waardoor hij zijn kinderen minder ziet. Ik ben benieuwd wat voor effect dat heeft op zijn leven. Ik ben ook benieuwd op welk punt in zijn leven hij zich bevindt. Hij is van hetzelfde bouwjaar als ik, 1977. Dus 45 is hij geworden dit jaar. Dat moet ik nog worden, maar hij is het al. Ja, 45 is wel een leeftijd om je leven te overdenken. Van waar sta ik? Wat heb ik gedaan en wat wil ik nog? Nou, gaan we het eens even over hebben. Nou heeft Jan Roos natuurlijk de afgelopen tijd heel veel mensen tegen zich in het harnas gejaagd. Rechtszaken, mensen die boos op hem zijn, die in de media ontzettend hard naar hem uithalen. Ik denk dat er best wel veel bekende Nederlanders zijn die hem wel eens even zijn kop zouden willen wassen. En dat is eigenlijk best een goed idee, want even een flauwe woordgrap maken, Jan Roos. Ik ga even op zoek naar anti-roos shampoo. Anti-klit, conditioner en anti-roos. En dan mag Jan kiezen. Wat wil die? Anti-klit of anti-roos? Nou, ik ga vandaag met Jan Roos dus een groot interview maken voor een nieuwe revue. Een blad waar ik al een jaar of 6, 7 voor schrijf. Ik vind het een leuk blad, ik ben ook zelf de doelgroep. Want nieuwe revue is een mannenblad. Ik vind het ook een stoer blad, mooie reportages, interviews met diepgang, voor publicaties van boeken soms, ook rake columns. Hoofdredacteur vertelde me van de week nog dat hij nooit snijdt in die columns. Ze hebben iets van 4, 5 columnisten bij Nieuwe Revue. De hoofdredacteur verandert daar nooit wat aan, dus ze mogen schrijven wat ze willen. Dat is natuurlijk wel voor de persvrijheid en qua persoonlijke mening van die columnist is het natuurlijk prachtig dat ze mogen zeggen wat ze willen. Dus gaaf blad, Nieuwe Revue. En dat vindt Jan Roos ongetwijfeld ook, want hij heeft toegezegd om mee te werken. Erop af! Ik ben een beetje vroeg, ik ben onderweg naar Jan Roos. Ik dacht onderweg laat ik even stoppen. Laat ik zijn maatje even gaan bellen, Dennis Schouten. Om wat sappige juice over Jan te horen. Misschien wat inspiratie voor een paar vragen straks. Misschien weet Dennis wat dingetjes over Jan die ik nog niet weet. Dus ik ga Dennis even facetimen proberen, kijken of hij opneemt. Zijn nummer niet in beeld natuurlijk. Kijken of die... Hey Dennis! Kan je me horen? Dus jij besloot om beroemd te willen worden. Nou, dat was ik al Dennis, maar ik maak een beetje een vlog over mijn werk. Dus ik breng een beetje in beeld mijn werk als showbiz journalist. Ja. Ja, wat een locatie waar je nu staat. Ja, ik ben even gestopt onderweg, want we zijn een beetje vroeg. En ik heb een cameraman bij me, kijk, dat is Theo. En die filmt maar alles. Maar Jan heeft de koffie altijd al klaar staan hoor. Dan kun je gewoon te vroeg komen. Oh, oké. Ja, maar ik heb niet bij Jan thuis afgesproken, maar in de horeca. Biertijd, zei hij. Jan wil weer aan de sterke drank. Ja, dat denk ik, ja. Of bier. Hey Dennis, stel je voor dat jij Jan zou moeten interviewen, hè? Wat zou je dan van hem willen weten? Ik weet wel heel veel van
Ja. Waar dat heel druk dan misliep en hoe die huidige, of dat probleem wat toen kwam kijken, of dat probleem onderhand was opgelost. Ja. Ik weet niet of het te verstaan is, maar Dennis is echt een beetje gaan spitten in zijn privéleven. En een beetje vragen of het, ja, zijn eerste huwelijk is niet helemaal gelukt. Kijken of dat probleem van toen opgelost is. Ja, dat had ik ook al genoteerd inderdaad. Zijn jullie, behalve dat jullie super succesvol zijn met roddelpraten, Dennis, maar zijn jullie ook vrienden van elkaar? Jullie lopen de deur niet bij elkaar plat, maar jullie zijn wel met elkaar op vakantie geweest, elke dag contact. Nou, dan heb je wel een soort vriendschapsband, ja. Het is meer dan een werkrelatie. Het is meer dan een werkrelatie, oké. Hey, Dennis, misschien als laatste nog. Stel je voor dat ik Jan een beetje wil opnaaien, een beetje boos wil krijgen. Waar moet ik dan over beginnen? Zijn dochter. Zijn dochter, oh, oké. En waarom? Oké. Ik had het Dat jij aan zijn dochter gaat zitten. Oh. Dus als jij wat opmerkingen gooit over dat hij een hele mooie dochter heeft, dan wordt onrustig. Jan is bang dat Dennis aan zijn dochter zit. Dus, oké. Nou, maar heeft hij een knappe dochter? Is ze knap? Nou, cijfer tussen 0 en 10, Dennis. Qua inhoud, ja, een dikke 10. Oké, top. Hey Dennis, dankjewel dat we jou even mochten bellen. Wij gaan verder richting Bergen. En moet ik hem de groeten doen of niet? Ja, doe je dan de groet. En hij mag niet te veel drinken. Hij mag niet te veel drinken. Wat is de max, de tax? 3 bier. 3 bier. Dikke lul, 3 bier. Dennis, dankjewel man. We gaan verder. Jo. Oké. Hoi. Hoi. Yo. Fantastisch. Komt ie aan hoor. Dag Jan. Leuk je te ontmoeten man. Van hetzelfde, gaat goed. Zo vaak aan de lijn gehad. Welkom in het mooie Bergen, de heerlijkheid. Is dit jouw stam restaurant? Ja, ik ben hier wel vaak. Maar ik heb ook heel vaak dorst en honger, maar dat zie je ook wel aan mijn hoofd. Dan weet ik niet of je een vaste plek hebt hier, maar ik heb een hoekje achterin een mooie plek gevonden om even rustig met elkaar te kunnen praten. Dus gaan we doen. Meestal zit ik aan de bar, dan gaat de drank sneller. Ja, maar zoveel lawaai. Hebben we niet echt... tijd om even intiem de diepte in te gaan. Gaan we doen. Oké, ga naar binnen. U voor. Proost. Proost. Theo filmt het interview even. Jan, we gaan los. Zijn er dingen die ik niet mag vragen of praat je overal over? Je mag altijd sowieso alles vragen. Er zijn alleen twee onderwerpen waar ik niet antwoord op geef. Dat is meestal inkomen, bankrekening gerelateerd. En ik ga het niet hebben over mijn seksleven. Dat is niet zo treurig. Heb jij wel een seksleven? Ja, maar daar ga ik het dus niet over hebben. Nee, maar we hebben het er toch al een beetje over. Nou ja, als je gevraagd wat ik allemaal doe en hoe vaak en met wie, dat vind ik een beetje triest als mensen erover praten. Dus daar heb ik het niet over. Nee, dat was niet mijn insteek. Ik heb een hele algemene, onschuldige vraag om mee te beginnen. Want ik zag dat wij hetzelfde bouwjaar hebben. Jij bent al 45, ik word het in oktober. Nou, dan zie je een stuk beter uit, maat. Die zit in de pocket, dankjewel. Ja, dat vond je zelf toch ook wel. Heb ik geen oordeel over. Moet ik het filmpje even terugzien eerst, om het te kunnen vergelijken. Jan, dat zei ik net op de heenweg ook even op camera. 45 is een punt in je leven dat je zegt van, goh, ik sta waarschijnlijk in het midden. Ben jij zo dat je wel eens terugkijkt van wat heb ik allemaal gedaan en vooruitkijkt van wat wil ik nog bereiken? Nou, ik heb eigenlijk nooit echt heel veel ambitie gehad, als ik heel eerlijk ben. Dat is niet waar. Ik heb wel wat ambities, maar dat is allemaal niet vakgerelateerd. Een van mijn ambities is dat ik heb 3 kinderen. Dat die gelukkig zijn, dat ze gezond blijven en dat ze ervoor zorgen dat ze later hun eigen boterham kunnen verdienen. En dat ze een beetje uit de problemen blijven. Dat is een ambitie voor mij. Maar goed, je zegt net de helft, dat betekent dat ik 90 word. Nou, dat lijkt me een beetje stug dat ik dat word met mijn levensstijl en ervaring. Maar ik kijk nooit zo ver naar voren. En dat heeft er ook mee te maken dat ik heel veel dingen gedaan heb. En ik ben natuurlijk een beetje een moeilijk mens, om het zo te zeggen. Dus bij mij is het dan weer helemaal dit een succes en dan is dat een flop en dan wordt dat een succes. Dus ik weet eigenlijk nooit helemaal wat ik ga doen en daar ben ik ook wel wat licht impulsief in. Dus wat de toekomst gaat brengen weet ik helemaal niet. En naar het verleden toe,
weet je, ik vind achteraf kijken zo makkelijk, weet je, achteraf kijken in koers gereed. Ik heb natuurlijk dingen gedaan die ik niet had moeten doen, maar dat vind ik achteraf vind ik gelul. Heb je spijt van dingen? Ja, tuurlijk wel. Maar spijt in de vorm van dat je denkt van ja, dat had ik niet moeten doen. Maar het is niet dat ik zeg van nou, ik zou het helemaal anders willen doen, want dat vind ik allemaal flauwkul. Ik ben een volwassen man en dan maak je keuzes en dan maak je wel eens de verkeerde. Daar kan je ook heel veel van leren, dat levensles toch? Als je het hebt over die dingen waar je spijt van hebt, is dat carrière dingen of privé? Nee, nou ja, carrière technisch had ik op een gegeven moment het idee dat ik de politiek in moest. Ja, dat is de slechtste keuze ooit geweest. Helemaal als je nu bekijkt wat er allemaal wat voor toneelspel dat is in die Tweede Kamer. Als ik daartussen had gezeten, was ik diep ongelukkig geweest. Maar ik voelde dat toen uit een innerlijke drang dat ik dat moest gaan doen. Nou ja, ik heb niet eens één zetel gehaald, dus ik kan wel zeggen dat dat een flop is geweest. En voor de rest is eigenlijk alles wel gelukt wat ik wilde doen. Carrière technisch is eigenlijk niet zo heel veel mislukt. Maar dat was echt een dieptepunt waar ik heel lang voor heb moeten bloeden ook. Ik heb gewoon 2 jaar thuis op de bank gezeten, geen geld. Er komt een hondje. Geen geld, geen carrièrepad meer. Dat was eigenlijk doorsneden, want iedereen in de media zei van ja, die man is nu politiek geworden, is een politicus geworden. Ja, ja. Ja, daar gaan we niks meer mee doen. Dus ik heb daar wel eens op de bank gezeten met een traan over mijn wang van wat heb ik mezelf aangedaan. Was dat een depressie van je? Of moet je zo omschrijven? Nee, depressie is een zieke beeld. En dit was meer een soort zelfreflectie. Dat je denkt van god zal me kraken, zeg, wat heb ik mezelf eigenlijk aangedaan. Ja. Maar ja, achteraf, dit was mijn ambitie en ik wilde dat graag. En kijk, als het gelukt was, had ik niet zo teruggekeken. Dus ik vind het allemaal flauw als het dan niet lukt dan te zeggen van dat is mijn grote flop. En ja, natuurlijk is het een flop. Ja. Alleen, ja, het is mislukt. Ja. Als het gelukt was het wel een goede keuze geweest, snap je wat ik bedoel? Ja. Maar ja, ik ben blij dat het eigenlijk zo gelopen is als het gelopen is. Ja. Jan, om het diepte-interview met Nieuwe Revue een beetje te doorbreken, monteren we even wat items ertussendoor. Leuk, ja, vind ik leuk. Een beetje luchtig. Leuk. Ik heb een heel kort spelletje voor je. Leuk. Ik laat je een foto zien en dan mag je met één woord op reageren. Dus het eerste woord wat er in je opkomt, mag je meteen zeggen. Leuk. En misschien heb ik daar nog wel een korte vraag over. Nou, wie weet. Klaar voor de eerste? Ja, leuk. Oké. Walgelijke man. Oh, één woord. Walgelijk. Dit is Dominique Wezy, jouw vorige werkgever bij Pound. Ja. Walgelijke man. Zijn jullie niet goed uit elkaar gegaan? Nou, de grote grap is, ik heb een ontslag genomen en toen kreeg ik een ontslagbrief. Dat heeft hem wel veel geld gekost trouwens. Oké. Okay. Toen moest hij mijn kosten gaan betalen. Ja. Nee, Wezy is natuurlijk een opportunist puur zang. Die is daar natuurlijk met allemaal valse voorwenselen een publieke omroep geworden. En nu, met het rechtspopulistische broertje zou hij zijn. En nu heeft hij een klimaatquiz en een diversiteitsquiz. Dus hij is gewoon de rest, net als de rest geworden. Maar hij heeft miljoenen in zijn zak gestoken. Okay. En dat vind ik hou er niet zo van. Het is belastinggeld. Je steekt miljoenen belastinggeld in je zak met leugens en bedrog. Ja, ik hou er niet van. Pittig. Klaar voor de volgende? Ja. Eén woord, hè? Eén woord. Tim. Tim Hofman. Ik vind hem een aardige gozer. Eén woord. Ja, ik zeg nog Tim. Oh, dat was hem! Tim, was je reactie? Ja, oh ja, dat is een mooie reactie op zeggen. Ja, het één woord, Tim. Ja, Tim. Sorry. Wat vind je van Tim? Je vraagt één woord, zeg je één woord. Nee, je hebt helemaal gelijk. Ik wist niet dat we al aan dat woord toe waren. Oh. Ik vind een aardige jongen. Ik ken hem persoonlijk, als een aardig vent. Okay. En het is natuurlijk een beetje Amsterdamse theatrale treurwillig natuurlijk in de vorm dat hij rokjes wil dragen en oorbellen en zijn vingers en zijn nageltjes lakt en zo. Maar ja, dat hoort erbij als je daar woont. Hè, dan ben je lekker hip en in de war. Maar het is in het begin is het gewoon heel aangegozen. Nooit ruzie met hem gehad? Nee. Niet boos op elkaar? Nou, ik heb één keer. Hij was een beetje het gezicht van de televisier. Waarbij dus onterecht of onrechtmatig zelfs uit de publiekspraak zijn geflikkerd. En toen begreep ik niet dat hij zijn mond zo heel lang hield. Want hij heeft er nooit iets over gezegd, maar dat was omdat hij het uithangbord was van televisier. Maar Tim heeft er nog een handje van om continu het morele kompas uit te hangen van alles en iedereen. Maar blijkbaar niet als hij als dat hem commercieel niet uitkomt. En dan vind ik je hypocriet. Maar voor de rest, ik heb geen ruzie met hem. Oké, mooi. Dus we vragen verder niet op door, want je vertelt er al genoeg over. Dan even kijken hoe we dat even het makkelijkst kunnen doen. Kijk,
Dat is ze dan, hè? Ja. Oh, dat is je reactie. Dat is mijn reactie. Oh. Maar dat is iets vertederends. Vind je haar lief? Nou, ik vind haar aandoenlijk. Ik vind haar aandoenlijk meisje. Kijk, die heeft er eigenlijk nooit rekening mee gehouden dat ze beroemd zou worden. Dat heeft met één ding te maken. Dat komt omdat ze natuurlijk helemaal geen enkel talent heeft. De vrouw is bekend als zanger, maar ze kan helemaal niet zingen. Ze is bekend als rapper, maar ze kan helemaal niet rappen. Die is opeens boven komen drijven. Die had opeens 1 miljoen volgers op Instagram. Ja. Dus dat is er een beetje aangedaan. En ze heeft zeg maar niet de intellectuele capaciteit om daar op een goede manier mee om te gaan. Dus dat is wat het is. Maar ja, ik denk dat het een goed meisje is hoor, vanzelf. Okay. Vandaar je ah. Oh. Ja. De volgende. Ja. De printer was niet zo goed meer, zoals je ziet. Oh ja, dat was die, dat was hem al. Nou, mijn antwoord is meer treurig. Het woord is treurig, omdat ik vind Carlo Boshart een enorm talent. Ja. Presentatie in de tv-kantine, hoe hij dat gedaan heeft, is niet te geloven knap. Ja. En dan is het toch een beetje vervelend als er hele nare verhalen over iemand rondgaan. Nou, het verhaal van hem is niet zo heel ernstig, hoor, behalve dat hij zijn handen niet thuis kan houden. Dus door meerdere mensen bevestigd aan ons. En waar het eigenlijk ook om gaat, is het verhaal in de story. Die had het over een RTL-presentator en ze wilde niet zeggen over wie het was. Tenminste, daar zouden ze wel mee komen. Maar daar kwamen ze maar niet mee. Dus toen hebben wij naar buiten gebracht dat het over Carlo Boshart ging. Ja. En voor de rest, ja, ik heb niks tegen hem. En Carlo vond het niet zo fijn? Nee, die gaat dan aangifte doen. Maar dat ken ik allemaal nog wel. Het is de eerste reactie, het is een soort Pavlov-reactie. Ik doe aangifte van laster en smaad. Doet jou weinig? Nou, niks, want er gebeurt ook allemaal nooit iets mee. Nee. Oké. Goed. We hebben nog 2. Leuk hoor. Ik zie je allemaal kijken. De printer was niet zo goed meer, nogmaals, maar kijk eens. Ja, Danny Boy. Danny Boy. Danny Boy. Vrienden van elkaar of hoe zie je jullie relatie? Ja, vind ik lastig, weet je wel. Kijk, ik ben 45, heb 3 kinderen, hij is 26 en blijft, laten we hopen, kinderloos. Waarom hoop je dat? Nou, het lijkt me niet verstandig als die bloedband niet wordt afgeknipt een keer. Nee, het is natuurlijk verschrikkelijk. Het is natuurlijk de degeneratie van de menselijke ras in 1 persoon. Heel vriendschappelijk dit. Nee, Dennis en ik hebben elke dag contact. Maar het is niet zo dat we bij elkaar op visite komen. Maar dat kan ook helemaal niet, want we hebben gewoon rollenpraat met elkaar. Ja. Dus daar hebben we het over. Voor de rest, ik vind het een goede jongen. En ik ben blij met wat we met elkaar hebben bereikt. En ik vind dat we onze chemie samen goed is. Dat we een goed duo zijn. Dus ik hou van Dennis. Mooi. Gaan we naar de laatste? De allerlaatste. Oh, Patty. Patty. Ja. Die lieve vrouw heeft eigenlijk niet zo heel veel fout gedaan in haar leven. Ze heeft natuurlijk wel wat mening en zo, maar dat is ook de vak. Ze vindt jou verschrikkelijk. Ja. Walgelijk vindt ze je. Ja, maar dat begrijp ik ook wel. Waarom? Nou, we zijn natuurlijk ook niet al even aardig altijd over haar in roddelpraat. Dus ik begrijp dat ze een beetje boos is. Maar goed, wij hebben natuurlijk gewoon aan het begin van roddelpraat een paar irritante BN'ers uitgepakt waar we het vaak over gingen hebben. Waaronder Patty. En we hebben het nooit meer over haar, want totaal een interessante vrouw natuurlijk. Alhoewel, ik vind haar aandoenlijke Instagram-filmpjes waar ze reclame maakt voor een schuursponsje van het Kruidvat wel nog heel erg leuk. Het zegt ook iets over Patty zelf natuurlijk. Wel met tijgerprint, hè? Ja. Ach ja, ik vind het een lieve meid. Ze doet het best. Volgens mij is ze 72. Ze doet het toch maar mooi. Ze doet het toch maar mooi. Ja, mooie woorden over Patty. Daar ben ik blij mee, want ik ken Patty ook. Het is geen nare vrouw. Nee, ik denk ook niet dat het geen nare vrouw is. Nee. Dat ze me een lul vindt, begrijp ik wel. Want ik heb natuurlijk onaardige dingen gezegd. Maar volgens mij is dat een hartstikke aardig mens. We waren aan het praten over die 45 jaar, over volwassen worden. Ja, vertellen van wat ik op YouTube doe, is allemaal niet zo heel erg volwassen. Hij is natuurlijk heel onvolwassen. Maar kijk, je ziet mij op YouTube. Zie je rollenpraat maken, je ziet er met Jans reviews, dan neem ik 3 happen en een bolletje mozzarella. Dat is natuurlijk echt bijzonder kinderachtig en misschien zelfs wel vervelend kinderachtig. Maar daarnaast ben ik ook gewoon vader van 3 kinderen, 2 zoons van 12 en een dochter van 14. En ik ben wel gewoon een serieuze volwassen vader qua dat soort dingen. Ja. Dus ik ben ook een volwassen man daarnaast. Ja. Alleen, ik hou heel erg van de onzin des levens. Ik hou van humor, ik hou van de eten, drinken, lachen, cynisme,
galghumor. Ja, en ik kom daardoor vaak kinderachtig over natuurlijk. Omdat ik met Dennis Schouten, jong of 26, zit te lullen over totale onzin. Ja. Maar op het moment dat, weet je, volwassenheid is voor mij meer dat je ook kan geven in plaats van alleen maar kan nemen. Dat vind ik zeg maar de definitie van volwassenheid. En als volwassenheid is dus dat je gewoon een saaie lul bent, dan hoop ik dat ik dat nooit word. Dat is eigenlijk wat het is. Mooi, mooi. Ja, het wordt je roddelpraatveld even, hè? Even van de redenen waarom we hier zitten, want je bent er een keer super interessant. Ik vond je al super interessant toen je voor Pound die klierige, irriterende, provocerende filmpjes maakte. Daar heb ik er altijd van genoten. Nu zijn er elke film zo'n 500.000 mensen die van jouw kluchten genieten op YouTube. Dan bellen we elkaar op dat het niet goed is gegaan, 500.000. Oh ja, dat viert te weinig tegenwoordig. Ja, het zit tegenwoordig 600.000-700.000, wordt nu wel gescoord. Ja. Zo. Ja. Nou, super hip, hot en happening ben je. Wat verklaart volgens jou het succes van Roddelpraat? Waarom is dat nou zo'n knaller van een hit op YouTube? Ja, eigenlijk is het natuurlijk heel raar, maar ik denk als ik het moet verklaren, is het een tegenreactie op de D66-gisering van de samenleving. Ja, van de samenleving tegen woke, tegen politiek correct, tegen, weet je, we zijn natuurlijk in een samenleving tegengekomen waar de Nederlandse spoorwegen beste reizigers zegt. En niet meer dames en heren, omdat er 4,5 man in een paardenkop zich beledigd voelt. Omdat ze, weet ik veel, non-binair zijn of ze half kookwekker voelen of weet ik veel wat. We zijn in een tijd gekomen dat humor bepaalde grenzen heeft. En die grenzen zijn eigenlijk of de VARA het leuk vindt. En voor de rest, weet je, dus het dus, met de VARA-humor zeiken ze de hele dag christenen af, en dat mag, maar over moslims houden ze hun mond. Mm-hmm. En, het is allemaal, weet je, het is allemaal zo heel voorzichtig geworden. En de samenleving is heel angstig en voorzichtig. Maar dat is in de grachtengordel in Amsterdam zo, maar buiten de A10 wonen gewone mensen. En daar is het gewone Nederland aan de gang. En die hebben helemaal geen zin in die hele enge, politiek correcte, voorzichtige, woke samenleving. Die houden gewoon van een grapje, die houden van zelfspot en die houden ook van stevige humor. Nou ja, dat is wat wij brengen. Dat zie je nergens meer. Maar je ziet zelfs, kijk, een van de programma's, het laatste programma op televisie waar dat gebeurde was Vrolijke Inside. Ja, daar is ook gewoon totaal niks meer aan, want er gebeurt ook niks meer heftigs ofzo. Ik proef een beetje de fascinatie van jullie kant, van Dennis en van jou, is ook vooral de onafhankelijkheid van het maken van dit programma. Nou ja, anders was het onmogelijk. Lekker doen wat je zelf wil. Nou, anders is het onmogelijk. Kijk, die wurggreep van woke is gigantisch. Als jij het NOS-journaal kijkt, en dat zou het meest neutrale journalistieke programma van Nederland moeten zijn, dat is het niet. Daar word ik aangesproken als witte man. Ik ben helemaal niet wit, ik ben blank. Maar de links-activistische narratief van wit als huidskleur wordt daar gewoon gebruikt. Ik zat laatst in de rechtszaal tegen televisie hier, omdat ze onze onrechtmatig eruit hebben gepleurd uit die publieksprijs. En toen heeft de rechter vrouw mij verbeterd toen ik het had over een blanke vrouw. Toen zei ze, het is niet blank, het is wit. Dus zeg, zelfs in de rechtspraak word je daarop verbeterd. Ja. Terwijl dat gewoon, dat speelt nergens behalve bij de D66'ers in de grachtengordel. Ja. Nou ben jij echt wel het type die tegen dat soort heilige huisjes graag aanschopt, hè? En graag maar je moet je afvragen, tegenin gaat. Je moet je afvragen of het een heilig huisje is. Want ik denk namelijk dat die heilige huisjes, die worden gecreëerd door een hele kleine minderheid. Want voor de gewone gemeenschap zijn het helemaal geen Zwarte Piet of zo. Is voor de gewone gemeenschap helemaal geen discussie. Want het wordt helemaal niet gezien als een racistisch karikatuur. Dat is een heel klein groepje. En die heel veel macht heeft in de media. En heel veel macht heeft in de praathuizen in Amsterdam. Voor de rest is de hele rest van Nederland is daar toch helemaal niet mee bezig met die onzin. Ja. Wat is nou voor gelul? Wat is nou voor genderneutraal toilet? Wie heeft het erover? Hebben ze in Amsterdam over? Daar heeft voor de rest niemand het over. Jan, dan heb ik nog wat voor je meegenomen. Ik ben vanmorgen even bij mijn ouders op visite geweest, voordat ik naar jou toe ging. Leuk. In Drachten, waar ik woon in Friesland. Mooi. En ik was even bij mijn vader, want die had iets waarvan ik denk dat jij dat heel graag wilt hebben. Dus dat heb ik even bij hem opgehaald. Oh. Dat zag er zo uit. Ik ben hier bij mijn ouderlijk huis in Drachten. En ik ga eventjes op bezoek bij mijn ouders, want mijn vader die heeft iets in zijn kast, dat weet ik. Waar Jan misschien wel heel blij van wordt. En nou, we gaan even vragen of ik daar eentje van mag.
Ha, Heid. Ha, jongen. Goedemorgen. Wie is er al? Ja. Oh, leuk. Ik heb een vraag. Ja. Daar gaat in die boekenkast boeken. Daar ben ik boekenkast voor, hè? Ja. En daar ben ik boeken van Saskia Noord. Hier. Saskia Noord heb ik ook, ja. Mag ik daar een van? Ja. Ja? Ja, mooi. Sorry, het is een cadeautje voor Jan Roos. Ja, nee, nou, wel leuk, hè? Oh, nou, kom, ga even naar binnen. Ja. Ach, kijk. Hoi, Ben. Hoi, Andy. Hoi. Ben is er ook. Wees, hè, jongen? Ja, nou, kijk, dan, dit is de beroemde boekenkast van mijn vader. Ja, we noemen een pa, hè, omdat natuurlijk de opa is van mijn kinderen. Heid. Ja. Pa, we schakelen even over naar het Nederlands, hoor. Oh, is goed, jongen. Anders heeft Gelukkig heb ik school gegaan. Anders moeten we heel veel ondertitelen, zoveel werk. Ja, ja, doe. Heb jij een boek van Saskia Noord? Ja, ik heb 4 boeken van Saskia Noord. Oh. Ja. En daar wou je één van hebben? Ja. Nou, dat is goed. Welke mag ik? Nou, je mag alle drie. Ik weet niet of je hem terugkrijgt, want... Ja, nee, joh. Ik weet precies wat erin staat. Ik lees het boek en dan ken ik het uit mijn hoofd. Heb je ze uit, ja? Ja. Oké, top. Nou, kies maar één uit, jongen. Welke dit? De verbouwing heb ik. Ja. Bonus Kent. Stromboli. Die. En Koorts. Die. Koorts, ja. Dit is toepasselijk, denk ik. Hij komt naar je toe, Jan. En ik heb hem hier bij me. En ik heb het ook even voor je ingepakt. En laat het plakbandje een beetje los. Oh, wat leuk. Maar voor jou. Bedankt. En ik wil graag dat je het uitpakt. Leuk, Andries. Ja. Attent even, hè. Ja, vind ik wel leuk. Mooi papiertje ook. Ja. Hadden we nog liggen thuis, maar... Ik merk het. Oh, wat leuk. Een leuk boek. Ben je er blij mee? Ja, nee, vind ik heel erg leuk. Oké. Ja. Heb je hem al gelezen of niet? Nee. Oké. Ik heb hem niet gelezen. Mijn vader had er 4 in zijn kast staan. Dus ik mocht er eentje uitkiezen. Ik dacht, Koorts is ook wel... Dat typeert eigenlijk ook wel misschien een beetje... de onderlinge verstandhouding. Nou, weet je wat het is, Andries? Ik kan er heel veel over zeggen, maar ik heb mijn moeder beloofd om er hier nooit iets over te zeggen. Okay. In de media, dus dat doe ik maar niet. Ik ben niet echt gecharmeerd van de boeken, nog de schrijver. Het was natuurlijk een beetje een grappige manier om er toch even naar te vragen. Nee hoor, ik zou je wat vertellen. Ik zou je vertellen, ik wil daar... Dat klinkt een beetje flauw. Ja. Maar ik heb echt mijn moeder beloofd om nooit in de media... op familieleden te zeiken. Ja. En ik ben dan degene die dat niet doet. En als de andere kant dat wel doet, dan is dat echt aan die andere kant. Ja. En dat is mijn probleem. Want even voor de mensen die dit nou zo snel niet weten. Saskia Noord is een hele bekende schrijfster en is jouw nicht. Ja. En jullie zijn gebrouilleerd met elkaar. Jullie hebben geen contact meer met elkaar. Nee. Sterker nog, jullie hebben in de media wel eens wat met modder gegooid heen en weer. Nee, ik in de media niet naar haar. Nee, zij wel naar jou. Ja. Ja. En dat is aan haar. En dan moet ze, als dat jouw stijl is, dan moet je dat zelf weten. Maar ik heb mijn moeder beloofd om daar niet aan mee te doen. En het gaat mij meer om dat mijn moeder daar niet mee geconfronteerd wordt. Dus dan doe ik dat ook niet. Dat snap ik. En dat zie je ook. Toch heb jij wel eens gereageerd op dingen die ze over jou zei. Ze heeft gezegd dat je een leugenaar bent en een narcist. Ja. Is dat waar? Of? Nee. Maar... Ja, het maakt me niet zo heel veel uit wat er allemaal geroepen wordt uit die hoek. En dat is allemaal aan die mensen zelf. En als jij er gelukkig van wordt om continu negativiteit over een familielid in de media te roepen, moet je dat zelf doen. Ja. En moet je dat zeker doen. En dan wens ik je veel succes ermee. Ja. Alleen ik ga niet terug doen. Dus dat spijt me voor je. Ziertje. Nee, ik vind het heel netjes. Ik spijt me voor je. Want als ik jou was, zou ik het ook lekker vinden als ik nu helemaal leeg zou lopen. Nee. En vertellen wat een ongelofelijke piep en piep, maar dat doe ik niet. En dat heeft wel simpel te maken met dat ik het onkies vind ten aanzien van de rest van de familie. En dan gaat het over mijn ouders. Ja. Dus dat doe ik het niet. Nee, dat is netjes, man. Mijn vader gaat er niet vanuit dat hij het broek terugkrijgt. Ja, wel. Ik heb ook tegen hem gezegd, hij gaat of de Noordzee in, of het haardvuur waarschijnlijk. Of misschien verscheurt hij hem wel. Nee, wat zou je het liefst met dit boek willen doen? Nou, ik zou in mijn hele leven nooit een boek verbranden of verscheuren. Boeken zijn er om te lezen. Alleen, je leest wel het boek waar je zin in hebt. Dus ik denk dat je gewoon weer terug aan je vader mag geven. Oké, okay, je gaat hem niet lezen? Nee joh, alsjeblieft zeg. Okay. Ik lees graag literatuur. Hij gaat terug, Heid. Je krijgt hem terug. Wie? Heid? Heid. Heid. Friesland, hè? Heid. Heid en Mem. Heid. Heid is vader en Mem is moeder. Ach, wat leuk. En eigenlijk noemen we hem Paken, want hij is de opa van mijn kinderen. Dus Paken, krijgt hem terug. Nou, Paken. Mooi.
Zit er wel een soort rem op bij jou? Dat je soms iets niet zegt, dat je denkt van dat gaat me te ver? Nou ja, ik denk over het algemeen wel na van wat ik zeg, ondanks dat heel veel mensen dat betwijfelen. Maar ik geloof ik geloof echt in vrijheden. Ik ben blij dat ik in het vrije, nu nog vrije Westen leef. Omdat ik de vrijheden benauwen mij, of worden wel benauwd door dat woke. Doordat bepaalde mensen zeggen wat wel niet kan. Maar de vrijheid van meningsuiting is voor mij heilig. En daar wordt gigantisch aan getornd op dit moment. Dus, ook in Nederland. En ja, ik reageer daarop. Mijn anti-reactie, of mijn reactie, wat eigenlijk een anti-reactie is, is dus zoiets als roddelpraat. Ja. Want eigenlijk zit er een hele serieuze kant achter. Terwijl, laten we eerlijk zijn, het is niet echt serieus als je naar kijkt. Je hebt mij een keer verteld, roddelpraat was nooit ontstaan als men mij in Hilversum een beetje beter zou hebben behandeld. Wat hebben ze jou aangedaan in Hilversum waardoor jij roddelpraat hebt ontwikkeld? Nou, ik heb een zwarte stip achter mijn naam gekregen omdat ik meningen heb die zij niet willen uitventen. Wie? De NPO bijvoorbeeld. De NPO, iedereen bij de NPO zegt hetzelfde. Zoals Poont, waar ik vroeger heb gewerkt, die hebben nu een klimaatprogramma, vrouwen aan de topprogramma, diversiteitsprogramma. Al dat gelul, zelfs bij het rechtspopulistische broertje, dan wordt gebezigd. Allemaal vertellen ze hetzelfde verhaal. Het is allemaal hetzelfde. Maar wat is dat verhaal? En daar pas ik niet in. Wat is dat verhaal? Nou, het klimaat is heel erg, dat is het verhaal. Multiculturele samenleving is fantastisch. De islam is vrede. Trump is een lul. Biden is fantastisch. Vroeger was Israël fantastisch, maar nu is Israël heel slecht. Het is een apartheidstaat. Palestijnen zijn heel zielig allemaal. Pro-opvang van alles en de rest van de wereld. Het is allemaal één en dezelfde links-progressieve kliek die hetzelfde verhaal vertelt. Maar ik zeg het vertellen. Daar wil je niet bij horen, dus nou, zij je vanaf gezet. Ik wil er niet bij horen, omdat ik vind namelijk laat ik zo zeggen, de mensen die hun bek heel vol hebben over diversiteit, die inclusiviteit van hun, is exclusief alle meningen en mensen die ze niet mogen. Ja, dan ben je niet divers, hè? Dan ben je eenzijdig. Ja. Er is geen diversiteit in het medialandschap in Nederland, omdat alles bepaald wordt door een paar kleine mensen. Die Jules Rijksma, die net is afgehaakt bij D66, bij D66, dat is een leuke woordspeling, of een woordfoutje eigenlijk, bij de NPO, dat was de baas van de NPO, ja. Die zei toen ze aftrad, ik ben blij dat ik diversiteit en klimaat op de agenda heb kunnen zetten in Hilversum bij de NPO. Daar is die mevrouw nooit voor aangenomen. Dat was haar taak niet. Haar taak was om een goede NPO te maken. Ja. Nou, de NPO wordt slechter bekeken en beluisterd dan ooit. Dus dat is er niet gelukt. Maar haar politieke ideologie heeft ze op de kaart weten te zetten. Daarvoor is het hele instrument niet voor bedoeld. En dit zijn dus de mensen die zeggen, wij zijn heel divers. Zolang iedereen maar dezelfde mening heeft. Maar je mag er een ander kleurtje hebben of een doek op je hoofd dragen. Of jezelf D-Dem noemen. Of je laten ombouwen. Alles mag. Zolang je maar dezelfde mening hebt. En dat noemen ze diversiteit. Nou, dat is het niet. Nee. En ik vind dat er zo'n inflatie aan de definitie diversiteit. Dat ik daar, ja, daar treed ik wel tegen op. Ja. Ja. Oké, Jan, we staan even buiten voor jouw favoriete zaak in Bergen, Lady Papa. Ik heb een quizje voor je bedacht. Ach, leuk. Ik heb een paar liedjes voor je geselecteerd. Ach. En aan jou de vraag: titel van het liedje en artiest. Leuk. En jij hebt ooit aan de slimste mens meegedaan, dus ik wil even kijken wat voor slim mens ik hier voor me heb staan. Ja. Ben je klaar voor de eerste? Ja. Oké, komt ie, hè? Als je met me mee wil vallen, samen doen van dag. Jij van mij de koning. Bosje rode rozen. Oeh. Van wie weet ik niet. Alex, zanger Alex. Maar hij is helemaal goed. Top. Bosje Alex, die kent niemand. Ja, nee, maar Bosje rode rozen ken je wel. Ja. Nummer 2, Jan. Ben je er klaar voor? Zeker. Komt ie, hè? Die eerste ontmoeting. En hij weet nog precies wat ze zei. Hij vergeet nooit hoe zij in zijn armen. Voor het eerst zei, de liefste ben jij. De troubadour. Hij vergeet nooit. Ja, weet ik veel. Ik ken dit niet. Toen was ik zelfs nog niet geboren. Corny van den Bosch, een roosje, een roosje, een roosje. Hé! Hey. Ah. Oh! Je begint, oh. Ja, je begint ja, met ja. De dagen? Ja, ik snap nu het thema. Je begint met de dagen, het ja? Heeft toevallig, elk liedje heeft met een roos te maken. We zijn een stap verder in de quiz. Leuk concept. In de quiz. Nou, Guns N' Roses. Oh, je gaat er nu al... Ja.
Klaar voor nummer 3, Jan? Yes. Zeker. Nummer 3. Breng die rozen naar Sandra. Roy Tober, breng die rozen naar Sandra. Hoppakee. Die is heel snel. Ja. Die was heel snel. Ja. Keurig, hoor. Maar nu snap ik het concept. Oké. Okay. Ja. Goed. Dus nu gaan we heel hard. Ja, kom maar op. Ben je klaar voor nummer 4? Zeker. Nummer 4. En zeg liefde is een stormvloed waarin neemt. Oh, wat erg. Ik weet nog wel. Ik weet het nummer ook nog. En zeg liefde. God. Is een oorlog. God. Waardoor. Hoe heet ze? De zangeres. Het is een zangeres. Dat, ja, verklap ik alvast. Nee, dit is een heel bekend Engels nummer, of tenminste Amerikaans nummer. En dat hebben ze dan in het Nederlands uitgebracht. Ja, wie? Weet ik niet. Bonnie Sinclair. Ja. Het liedje heet? Iets met rozen. De Roos. Jezus. Ja, De Roos. Ik kan het niet moeilijker maken. Bonnie Sinclair. Jammer, Jan. Jammer. Dat gaat niet goed. Kon ik wel iets winnen? Of kon ik niks winnen? Ja, ik heb een prijs bij me voor je zometeen. Ja, ik heb een prijs. We gaan naar de laatste. Het is weer hamster bij Albert Heijn. We gaan een YouTube inkomst. Excuus voor. Twee reclame moeten we door. De KFC nog even. Zo. Hoppakee. Jan, ben jij klaar voor nummer 5? De laatste, hè? Ja, deze moet ik gaan raken. Ja, en hier kun je echt een bonuspunt scoren, hoor. Ja. Klaar voor? Ja. Dat is allemaal klote muziek, hoor. Hij had haar verlaten. Haar hart. Zangeres zonder naam. Goed. Ze had om te leven. Geen levensmoed meer. Het lied van de roos. De laatste roos. De zangeres zonder naam was goed. Ja. Dus je krijgt gewoon je punt. En ik heb een hele leuke prijs bij me voor je. Ik heb drie punten. Nou ja, hoe tel je? Nou, we gaan de punten nog even optellen, die komen dan wel in beeld te staan. Oh. Want ja, we moeten nog even overleggen met de jury en zo, hè, hoe dat allemaal zit. Ik vond het wel heel lastig, hoor. De prijs krijg je sowieso. Ah, leuk. En die heb ik bij me op de heenweg voor jou gekocht. Leuk. Ja. Kijk, je hebt gewonnen 1 anti-roos shampoo. Leuk. En een anti-klit shampoo. Jezus, really? En daar hoorde een vraag bij eigenlijk. Want ja, er zijn natuurlijk heel veel bekende Nederlanders die zouden jou je haar misschien wel eens willen wassen. Gewoon helemaal echt hard, hè? Omdat je natuurlijk wel wat ruzie hier en daar hebt gemaakt en wat mensen boos hebben gemaakt. Ja. Stel je nou voor dat je moet kiezen tussen anti-roos of anti-klit, wat kies je dan? Dat vond ik heel flauw, hoor, maar... Ben ik terechtgekomen? Ben je anti-roos of ben je anti-klit, Jan? Nou, dan ben ik meer anti-roos, denk ik, Jan. Waarom? Nou, een klit maakt het dan net even om me gezelliger. Ja, jij begint ermee met die vuilpijperij, wat een smeerlap. Nou, ga bier drinken. Even terug naar het inhoud van het programma. Want jullie hebben een fantastisch jaar gehad vorig jaar, 2021. En begin 2022 misschien nog wel beter. Wat waren nou drie scoops, drie nieuwtjes waar je trots op terugkrijgt en wat jullie geholpen heeft in jullie bekendheid? Nou, laten we eerlijk zijn. Het grootste verhaal is natuurlijk Marco Borsato, Ali B. Ja. Dat hebben jullie als eerste gebracht, hè? Mocht daar twijfel over bestaan. Ja, dat hebben wij als eerste gebracht. Dat is ook precies wat ik net vertelde over de mainstream media, wat er mis is. Wij brachten dat. Nobody cares. Nobody cares. Dus het werd nergens overgenomen. Jullie werden niet geciteerd als de bron die als eerste dit nieuws bracht. Nee, maar met dat nieuws werd ook niks gedaan. Totdat Marco Borsato met een statement kwam. En dat was heel erg gênant om te zien bij RTL Boulevard. Zij dus Bridget Maasland. En bij RTL Boulevard wisten ze hiervan, want John van de Heuvel zat hier al heel veel maanden achter. Ze wisten exact wat er speelde. Maar daar spelen ze een toneelstukje. Wat mag van oma John en wat mag allemaal niet van oma John. Dat is een beetje zo'n beetje wat daar gespeeld wordt. Nou ja, nu Boulevard dan zeg maar van de Peter van der Horst groep. Maar ze zijn één en hetzelfde klikkie. En die zei, ja, Marco Borsato heeft een statement uitgebracht, dat hij later komt met een statement, maar over het gaat weet ik niet. Ja, dat bespreken ze dan. Ja. Terwijl ze allemaal rollen op laten kijken, ze hebben het allemaal gezien. Ja, ja, ja. En dan je had graag genoemd willen worden als het kanaal dat niet, dit nieuwtje bracht. Niet graag genoemd worden, maar het ziekelijk is natuurlijk, Tim Hofman komt met dat verhaal en dat heeft hij heel mooi gedaan en het documentaire goed uitgebouwd.
De hele wereld staat in de brand. Ja. Maar als wij het brengen, dan zegt niet eens een journalist, laten we daar eens naar kijken. Nee. Nou, dat geeft natuurlijk een beetje ziekte aan. Het gaat namelijk niet om wat er gezegd wordt, maar wie het zegt. Ja. Ja, en dat zijn dus de, ook de mensjes die de hele dag het hebben over diversiteit. Ja, dat is natuurlijk heel raar. Marco Borsato, Ali B, welke nog meer? Nou, ik vind het zelf heel erg leuk dat Mark van der Linden nu werkloos op de bank zit. Dat hebben jullie ook als eerste gebracht? Nou, wij hebben het eerste gebracht dat hij seksfeesten geeft en met heel veel drugs. Dat hij aan de crystal meth heeft gezeten. En wij hebben als eerste dat pornofilmpje gebracht waar hij als regisseur optrad. En dat heeft hem de kop gekost bij RTL Boulevard, bij Weekend en bij de familie van Oranje. Ja. Waar hij ook werkte. Wat heel grappig is eigenlijk, dat je royalty-kenner bent en in dienst bent bij de mensen waarover je praat. Misschien was hij daarom ook zo positief altijd. Ja, oké. Okay. Mark van der Linden als tweede dan. Heb je nog een derde item, scoop, waarvan je zegt, daar kijken we ook trots op terug? Nou ja, ik moet eerlijk zeggen dat mij gaat het meestal niet helemaal op de scoops hoor. Ik vind het allemaal niet zo heel erg interessant. Wat ik wel grappig vond was natuurlijk de situatie die we nu hebben met Famke Louise. Net een kort geding gehad omdat we een plaatje van haar hebben gedraaid. Die ze zelf heeft opgenomen waarin ze korte metten maakt met Ali B. En volgens haar mochten we dat plaatje niet draaien want het was van haar in haar privacy of zo, wat dan ook. Maar ze zegt hele uitgesproken dingen over wat Ali B allemaal gedaan heeft met haar en met andere mensen. Dus wij vonden het zelf nieuwswaardig. Ja. Ja, toen begint zij een kort geding. Famke Louise vond het zelf iets minder nieuwswaardig, heb ik begrepen. Nee, ze vond het heel vervelend dat het naar buiten is gekomen. Maar ja, dat is haar probleem en niet de mijne, geloof ik. Zit daar ook nog iets? Want ik weet dat Famke Louise een ex is van Dennis. Dat die hebben ooit iets met elkaar gehad of gedaan. Of, zit daar ook nog een stukje venijn tussen? Dat ze zegt van, en nu sleep ik ze beide voor de rechter? Ik denk het niet. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik ook niet denk dat waar is. Oké. Okay. Ik heb het uit de eerste hand. Ja, maar van Dennis zelf. Ja. Heeft hij het verzonnen? Nou, het lijkt me stug dat dat echt gebeurd is. Oké. Okay. Dus je ziet wat voor meisjes doorgaans in die rukbunker van hem komen. Ik zie er niet van Colombie binnen stappen. Oké. Nee, ik denk dat hij dat uit zijn dikke duim heeft gezogen. Ja, nou, dan moet ik hem nog zelf wel even een keer vragen. Over Dennis gesproken, ik heb met hem gebeld op de heenweg. Ja. Ik zei, ik ga naar jouw maatje. En geef maar eens een tip. Heb je nog een beetje juice voor me? Wat ik nou bij Jan even op zijn schoot kan hebben, dat ik hem een beetje uit zijn tent kan krijgen. Toen zei Dennis, nou, dat was wel een mooie vraag ook. Je moet hem eens vragen naar zijn liefdesleven en of hij heeft geleerd van zijn fouten en of hoe dat nu is. Ik ga nooit meer trouwen. Je gaat nooit meer trouwen? Nee, ik ga nooit meer doen. Nou. Dat is zo ontzettend duur liefhebberij om daarmee op te houden. Je moet als een opluchting voelen, denk ik. Nou ja, kijk, het is natuurlijk een persoonlijk faillissement. Kijk, je gaat met elkaar trouwen en zeker als je dan ook nog kinderen gaat maken bij de drie. Dan hoop je natuurlijk dat je voor altijd heel met elkaar aan tafel en gezellig en mooi en open oma samen. En dat eindigt in een vroegtijdige scheiding, is natuurlijk verschrikkelijk. En daar heb ik aan meegewerkt en daar heeft zij aan meegewerkt. En er zijn natuurlijk uiteindelijk drie kinderen de dupe van. Dus, ja. Dus daar ben ik totaal niet trots op. Ja. En wat heb je daarvan geleerd? Ja, nou ja, ik ga het niet nog een keer doen, maar ik ga geen kinderen meer maken. Maar wat is er misgegaan, Jan? Wil je dat met ons delen? De liefde is gewoon, de geest is gewoon uit de fles gegaan. Want liefde was gewoon over, van beide kanten. Ja, dat is wat het is. Ja. En Dennis maakt er heel veel mooie andere verhalen van. Maar, we waren gewoon uitgekeken op elkaar. Okay. Dennis die deelt ook nog een angst van jou met mij net. Hij zei, Jan is doodsbang dat ik als de dochter kom. Ja. Dan kan ik hem heel kwaad mee krijgen. Nou, ik hoor net dat je dochter 14 is, dus dat moet een grap zijn. Ja, dat is ook een grap. Misschien best wel 18 of zo. Ja. Nee. Nee hoor, maar er is een soort... Maar het punt is dat je bent nu allemaal vragen aan het stellen en opmerkingen aan het maken, wat gewoon een onderling grapje tussen mij en Dennis is. Okay, dus ik moet het je wel uitleggen, want anders snap je helemaal niks van. Kijk, mijn dochter is 14, die ziet er wel wat ouder uit, is waar ook. Maar ik pest Dennis altijd mee dat de vriendinnetjes waar hij mee is, of de meisje waar hij mee is, dat die er nogal Lolita uitzien en nogal jong uitzien. Lolita? Dat is... Wat is dat Lolita in dit geval? Blond haar, dikke tieten? Of? Nee, juist niet. Nee, gewoon heel jong zien ze eruit. Oh, en dun. En dun, ja, dus ik maak er altijd een grapje van dat hij altijd op van die hele te jonge breinaaltjes valt. En maar zijn ogen jong. Dus dat vindt hij dus grappig dan te zeggen dat even, ik heb je nog met je dochter geappt. Ja. En hij weet dat bij mij werkt als een rode lap op een stier. Ja. Dus daar word ik altijd gelijk agressief van. Ja,
Mooi. Heb ik eigenlijk nog één vraag voor je, Jan, en dan denk ik dat we de camera daarna gewoon uitgooien. Want wat we daarna bespreken is echt voor in het blad. We hadden net over roddelpraat, daar heb ik nog wel een vraag over. En dat is dan weer de ethische vraag. Zijn er dingen die, stel dat ze voorbij zouden komen, dat je hoort via een bron, dat je denkt van dat gaat mij te ver, dat wil ik niet in het programma bespreken. Want daarmee beschadig ik iemand te veel? Of zijn er grenzen aan wat je wel of niet vertelt in je programma? Nou ja, er zullen altijd wel grenzen zijn, maar tot nu toe heb ik er weinig gevonden, moet ik eerlijk zeggen. Kijk, wij zijn totaal onafhankelijk. En de grenzen die er zijn in Hilversum ligt aan, zijn we bevriend met iemand? Staat diegene ook bij mijn baas onder contract? Vindt mijn baas dat wel goed? Dat zijn de grenzen van de zogenaamde ethiek in Hilversum. Wat natuurlijk geen ethiek is. En wij hebben daar geen last van, want we zijn onze eigen baas. Dus wij kunnen zeggen en doen en laten wat we willen. Maar als het zeg maar, onderwerpen zijn die iemand kunnen breken, dan vind ik niet dat je dat zomaar even tussen neus en lippen door moet zeggen. Dus dan moet je daar echt wel meerdere bronnen voor hebben en dat gecheckt hebben. Nou Andries, wat heb je nu weer bedacht voor een leuk concept? Want ik vind ze wel heel leuk allemaal. Ik zie jou genieten. Zou je voor ons een review willen doen? Dat is natuurlijk heel bekend, want naast het Roddelpraatkanaal heb je nog Jan's Review. Wie het niet kent moet zeker even gaan kijken op YouTube. Waarin Jan eigenlijk zijn mening geeft over producten. En ik ben zo benieuwd wat je van dit product vindt. Je begint ook altijd met een doos, dus zit er altijd in, dan pak je het uit. Je hebt zelf geen idee wat erin zit natuurlijk. Nee. Nu al helemaal niet, nu echt niet. Nu weet ik het zeker dat hij het niet weet. En ik ben benieuwd wat je nou van dit product vindt. Jouw mening. Ja, leuk. Wat zit er op het doosje? Wat heeft ons argumentje opgestuurd? Laten we gaan kijken! Ja, dat is natuurlijk heel... Nou ja. Nou, wat is dat nou weer? Ongelooflijk! Kijk nou toch eens. Dat is de review. De review. De review? De review. De review. Is nou godverdomme afgelopen? Ik wil naar huis. Wat vind je van het product? Ik moet eerlijk zeggen... Ik las vroeger de review vaak. Als ik heel eerlijk was, dacht ik dat het niet meer bestond. Oké, het is alive and kicking, man. Eén staat erin met 6 pagina's zometeen. Ja, misschien is dat ook de reden dat iedereen denkt dat het niet meer bestaat. dat jullie het met mij moeten vullen. Nee, ik denk dat de verkoop omhoog schiet nu jij er straks in staat. Zeker weten, dat hoor ik wel vaker. Ik ben een goed verkopend product. Ja, bedankt. Jullie programma is vooral gericht op entertainment, denk ik, mensen vermaken. Ik ken een aantal mensen die het ook echt altijd kijken, onder andere een vrachtwagenchauffeur die het gewoon onderweg altijd aan heeft. Ja. Ik denk dat ook je doelgroep is, hè? Mensen die gewoon even in de trein gewoon die willen kijken. Maar realiseer je dat je er ook andere, dat je er een hele grote groep mee vermaakt, maar dat je er ook anderen mee beschadigt. Ja, maar ja, goed, kijk, als jij als BN'er denkt dat je alles kan maken en alles kan doen, en daarmee ga je bepaalde grenzen over. En ik meld dat, ja, dan beschadig ik je, maar dan had je misschien in sommige gevallen gewoon je handen thuis moeten houden. Ja. Ik ben niet iemand van de goede smaak, en dat zal ik ook nooit worden ook. Ik ben ook niet iemand die hoopt ooit een Lingo te mogen presenteren. Dus wat men er allemaal van vindt, interesseert me niet zo heel erg veel. Dat maakt me echt geen ene moer uit. En hoe bozer ze worden in Hilversum, hoe beter. Kijk, als je al hoort dat wij door Giro 555 twee keer zijn gevraagd en twee keer zijn afgebeld, omdat ze het toch niet aandurfden, ja, dat vind ik heel prettig. En ik weet dat er heel veel BN'ertjes thuis zaten te wachten op dat telefoontje van Jesse, ik mag ook met een t-shirt net doen of ik aan het bellen ben. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik het dan grappig vind dat ze twee keer bellen, kom maar wel, en dan twee keer zeggen, kom maar niet. Ja. Dat betekent namelijk dat er dat in dat kliekje... Dat er over je gesproken wordt, over je vergaderd en... Dat incest kliekje daar, wat het met elkaar probeert leuk te houden. Ja, dat wij er echt niet bij horen, nou, dat vind ik dus alleen maar een compliment. Daar ben ik heel blij mee. Dat is ook een beetje het televisierverhaal, dat jullie genomineerd waren en daarna de nominatie werd verwijderd. En... Ja, maar kijk, het is natuurlijk gewoon, het televisierverhaal is een ander verhaal. Kijk, zij beginnen een publieksprijs. Het publiek heeft ons in de top 10 gezet. En zij hebben ons verwijderd omdat ze ons stom vinden. Ja. Ja, dan moet je stoppen met de publieksprijs. Dan moet je gewoon zeggen, kijk, we hebben een goede smaakprijs. En wij bepalen wie dat wordt. En we bepalen ook wie het wint. Ja. En heel veel mensen die wij niet leuk vinden, die flikkeren we eruit. Ja. Maar dat zijn weer mensen die zichzelf op hun schouder staan te slaan van we zijn zo divers. Ja. He, want er zitten transseksuelen en omgebouwde types en non-binair en donkere mensen en dit en alles, alle spectra zijn aanwezig.
Alleen, ja, wij niet. Wij moeten eruit. Ja. Dat is toch hetzelfde voorbeeld, weet je, dat je niet bij dat groepje mag horen? Dat is toch hetzelfde voorbeeld als... Ja, maar goed, kijk, ik vind wel dat als je een publieksprijs begint en het publiek die zegt, wij willen dat zij meedoen en wij komen steeds verder, dat je dan niet als organisatie mag zeggen, ja, maar leuk, we zijn een publieksprijs, maar wel... Ja. Voor het publiek met een goede smaak. Ja, ja, ja. Ik vind het heerlijk dat ze daar dan. Dat ze zo dom zijn ons op de laatste dag eruit te gooien. Daar geniet ik van. Ja, okay. Want wat ze hadden moeten doen. Want je denkt toch niet dat dat eerlijk verloopt, die verkiezingen, toch? Of denk je dat echt? Nee, dat mag ook of niet. Nee, dat verloopt allemaal niet. Mijn mening is neutraal. Maar dat verloopt allemaal niet. Je hoort wel eens wat, hè? Ja, nou, dan hadden ze ons negende moeten laten worden. Hoefden we niet te komen, stonden we voor lul, was niks aan de hand. Ja. Dan zitten er toch een paar van die types met elkaar te praten van, ja, we moeten een statement maken. Oh, ja. En met een statement laten ze dus zien dat ze dus helemaal niks met de democratie hebben, of met de bevolking, of met het publiek waar ze zogenaamde prijs voor uitdelen. Daar hebben ze helemaal niks mee. Dat vinden ze alleen maar lastig. Terwijl, ja, al die prijzen zijn doorgestoken kaarten. De meeste prijzen die worden zelfs nog gesponsord door de bedrijven die het winnen. Waar hebben we het over? Al die prijzen die ze elkaar uitdelen in Hilversum is allemaal bullshit. Dan had je ons toch gewoon niet eens in de top 3 laten komen. Hadden we niet eens maar naar het feestje gemogen, niks. Ja. Ja. Dus het is nog dom ook. Jan, wij gaan nog even verder de diepte in. Er zit nog veel meer woede in jou. En, ik ben helemaal niet boos, maar dat is ook waar. Ik ben helemaal niet boos. Nee, maar ik ben me echt... Dat zeggen mensen wel eens, hè. Die noemen dan Jan boos in plaats van Jan. Oh, mooi. Ik ben helemaal niet boos. Had een bedacht kunnen hebben. Ik vind het juist. Ik vermaak mij. Ja, ja, ja. Het is toch heel grappig. Maar goed, je bent verbaalsterk en je verwoordt je mening goed, laat ik het dan zo zeggen. Je bent ook uitgesproken. Dat is mooi. Wie daar nog meer van wil lezen en meegenieten, die moet de Nieuwe Revue even halen. Want we zijn vandaag aan het interviewen voor Nieuwe Revue. Die camera gaat nu uit. En wij praten nog even verder en koop vooral het blad ook. Bestel vooral nog wat bier. Ja, we doen nog even een biertje ook. Top. We krijgen het biertje, nu geserveerd. Hij doet het bier aan, kijk. Hey. Kijk. Ah, kijk eens. Jan, jij mag als eerst. Oh, welke zou je willen? Deze, dankjewel. Okay. Theo? Ah, ik doe de middelste. Lekker biertje. Hey, dankjewel. Proost. Jan, klein vraagje over bier, want we zijn hier in jouw stamkroeg, zou je kunnen zeggen. Wat betekent bier voor jou? Bier is liefde. Bier is levensvocht. Bier is... nee hoor. ik vind bier gewoon lekker. Ja, bier is gewoon lekker. En dan drink ik graag en drink ik veel. En hoe goed kun jij bier drinken? Nou, ik sta bekend als een hele goede bierdrinker. Ja. Kun jij beter bier drinken dan Theo, cameraman Theo en ik, denk je? Ik denk als wij een avond gaan bier drinken, denk ik dat ik de laatste ben die nog zit. Okay. Dat jullie op de grondje liggen. Oh ja. Dat denk ik. Maar ja, goed, ik heb natuurlijk ook een vrij grote verwerkingsfabriek vergeleken bij jullie. Nou, even met een knipoog naar René Karst. Laten we een atje voor de sfeer doen. Kijken wie hem het eerst leeg heeft. Wie is René Karst? René Karst. Atje voor de sfeer, atje voor de sfeer. Ken je niet? Je houdt wel van goede muziek, ben ik al. Proost! Proost! Tik hem achterover. Moet Atje, hè? Ja, gaat op. 3, 2, 1. Kijk hem nog staan. Ik geloof niet dat ik gewonnen heb, mannen. Hé. Hey. Proost, Jan. Jongens. Gewonnen. Ik ga naar huis. En wij maar slapen. Jan, mag ik jou hartelijk danken voor een hele leuke middag. Ik heb verschrikkelijk gelachen met je. Je hebt leuk aan de spelletjes en de items meegedaan. Ja, verhalen vertellen met Andries Jelle. We hebben heel veel verhalen verteld vandaag. Nou, Andries, ik kan je vertellen, ik ben in mijn hele leven nooit zo uitgewoond door een man als door jou. Je zei, kom, we hebben even een klein interviewje voor de Nieuwe Revue. Wat hebben we niet gedaan? Alleen de cavia's waren er niet voor zo'n loop in zo'n bak. Fred Oster! We hebben niet gespijkerpoept, nog zakdoekje gelegd, maar voor de rest alles. Maar ik vond het hartstikke leuk. Is dat leuk voor de volgende keer? Ik had toch, ik had toch niks te doen. Dus bedankt voor alles, Andries. Ik ga nu naar huis. Ja, bedankt. Ik stuur de tekst even op, hè? Helemaal kapot. Nou, dat was een leuk interview met Jan Roos. Man, man, man. Ik wist vooraf niet zo goed wat ik moest verwachten van hem. Ik was benieuwd hoe hij in het echt zou zijn. Maar hartstikke leuke vent. Hij kan goed bier drinken. Hij heeft op alle vragen antwoord gegeven. Ook toen de camera uit was, zijn we nog verder de diepgang ingegaan voor Nieuwe Revue. Ik had wat flauwe spelletjes en wat items bedacht om het een beetje luchtig te maken. Dat deed hij allemaal aan mee.
Fantastisch. Vond je het een leuk filmpje? Nou, dan zou je mij een beetje helpen om even te abonneren op mijn YouTube-kanaal, Andries Jelle. Andries Jelle de Jong, hè. Dat abonneren is natuurlijk gratis. Volg mij op Instagram, Andries Jelle de Jong. Dat zou ik ook tof vinden. En als je het echt een leuke video vindt, geef je ook nog even een likeje. Ik ga naar huis. Ik ga het artikel uitwerken voor Nieuwe Revue. En oh ja, voor de mensen die zich zorgen maken over dat bier. We zijn 4 uren bij Jan geweest. En ik heb 1 biertje mee geat. En ik heb 1 biertje tijdens het interview met hem gedronken. En we hebben net even een blaastest gedaan. En het was allemaal prima onder de promillage. Dus rij je veilig naar Friesland. Hoi.